Ik ben Johan van der Sterren. Ik heb iemand vermoord met een hamer. Eerst op zijn voorhoofd en toen op zijn achterhoofd. Toen heb ik zijn rechterknie en zijn schouderblad verbrijzeld. En daarna net zo lang in zijn gezicht tot hij stil bleef liggen. Ik wil bewijzen dat ik geleerd heb van mijn fouten. Dat ik gewoon normaal kan functioneren in de maatschappij. Zolang jij je vader de schuld blijft geven van de dood van je zusje, vinden wij het risico op herhaling te groot. Je verzoek tot kort begeleid verlof is afgewezen. Moet ik het voorlezen? Nee. Ik hou het kort, ik wil niet dat ze me traceren. Ik heb een gijzelaar, een meisje. Jezus. Hoe oud ben je eigenlijk? 13. Wanneer mag ik naar huis? Moet iemand spreken. Ik weet heus wel dat jij dat niet wil. Maar hier is iemand die kan bewijzen dat ik onschuldig ben. Nu niet eigenlijk spreken in België? Mijn moeder. Waarom heb je mij gegijzeld? Omdat jij iets bijzonders hebt. Val je op me. Waar is mama? Ik kan dat niet zeggen. Is het waar? Je zusje vermoord. Jij bent heel erg ziek, Johan. Er zit Belgische politie achter ons aan, die moeten weg. De Klee! Dit is uw laatste kans, Johan. We willen dat u Tessa laat gaan. We zijn net Bonnie en Clyde. Ik wil niet dood. Of Tessa en ik gaan samen naar Nederland, of we gaan hier samen dood.